Ah! Hoi, mijn naam is Nick. Ik heb meegedaan met de slechtste chauffeur van Nederland. En nu ga ik online verder. Ik ga met leuke mensen langs de McDonald's. Dus ik zeg, blijf kijken. Vandaag ga ik langs Melvin en langs Lorenzo. En zij hebben meegedaan met het programma Matched by Mom. En ik vind Lorenzo's moeder echt top, ik zweer het. En Brenda, die vindt Lorenzo dus wel knap. Dus, Matched by Nick, what the fuck? Ik ga zijn moeder bellen en ik ga een foto laten zien van Brenda. En dan gaan we ze koppelen. En Melvin die had een relatie dus eigenlijk soort van met Kiki, maar dat is een beetje uit. Dus ik ben benieuwd hoe het is afgelopen. Nou, gelukkig nieuwjaar iedereen trouwens. Ja, beste wensen. Beste wensen. Nou Melvin, hoe gaat het met jou? Ja goed, met jou. Ja, bij mij gaat het altijd goed, maar hoe gaat het met jou in de liefde? Ja, niet echt, niet echt geweldig of zo. Niet geweldig? Ik ben niet echt op zoek ook of zo. Nee? Ben je helemaal vrijgezel nu? Jazeker. Oh, jongens, dus dames, kijk uit. Ja, want je ging in het programma, ging je eigenlijk een beetje met Kiki. Klopt. Toch? Ja. Heb jij daarna, want je hebt een relatie gehad met Kiki, ja toch? Of niet? Ja, relatie. Wat kun je het noemen? Hoe kun je het noemen? Ja, het was niet echt dat wij een relatie hadden. Ja, het zat tegenaan te lopen. Ja? Het was bijna een relatie. Ja, je kan het wel een relatie noemen. Ja? Het duurde volgens mij totaal uiteindelijk 2 maandjes of zo. Oké, en nu is het helemaal open? Nu is het klaar, ja. En wat is de reden? Want ik had jullie eigenlijk samen uitgenodigd, maar zij wou niet meer. Nee. Wil je mij de code ook aangeven, Lorenzo? Nee, de reden dat het uit is gegaan is puur... ik voel het gewoon niet meer. Ja, het komt van jouw kant. Ja. Oké, was hij erg verdrietig? Ja, tuurlijk. Ze was wel verdrietig. Ik vond het natuurlijk ook heel kut. Ja, want zij is wel echt een volwassen vrouw. Ja, tuurlijk. Zij is echt, zo'n vrouw die alles op wat zoek je. Ik heb niks. I'm back. Zijn ze er niet? Ja, ik zweer. Zie je hem ook zoeken. Hoe wat had je aan een kipnuk? Hij had ook aan een kipnuk het besteld. Wacht, ik ga maar even langs. Daar, heel gek. Oh, jongen. Jezus, geen pot daar. Ik zit te zoeken in die tas, jongen. Ja, en je had eigenlijk met dat andere meisje, want je ging met nog een andere meid op date. Daisy, heb je Daisy nog wel gesproken na het programma? Nee, niet echt. Nee? Heel kort. Heb je seks gehad met Daisy na het programma? Nee. En Loretto, hoe gaat het met jou? Ja, goed. Goed. Ja, lekker druk. Dus, druk bezig met draaien nu ook. Ja. Was dat ook een beetje je intentie van als ik op tv ben, DJ-carrière? Het is natuurlijk echt op mijn pad gekomen. Ze hebben het gevraagd, wij zijn benaderd. En jullie waren zelf gevraagd? Ja. Oh, kwam iemand bij jou in de moeder, in de winkel bij je moeder zeker? Ja, maar we willen jou hebben. Thea is echt grappig, man. Ik moest echt lachen om Thea. Ja, ik vind dat zijn programma heeft gemaakt. Ja, ik hoorde zoveel mensen over. Het is echt, het is echt ongezouten mening, zeg wat ze denken. Het is echt lekker plat Rotterdams. Dus ja. Zoveel mensen in Rotterdam ook die zeggen van, je moeder is echt zelf als mijn moeder. Ik denk dat zij ook wel veel wordt erkend, of wie? Ja, kijk, zij werkt ook in een winkel, dus er komen heel veel mensen. Ja. Best wel veel mensen die herkennen haar, of komen speciaal de winkel in om te zeggen van, hey, leuk om te zien, maar kent zij ook volgers erbij? Nou ja, zij is niet heel actief met social media. Ik heb wel een paar foto's op haar Insta geplaatst. Ja. Dat is toch grappig? Ja, maar ja, zij is er niet zo van, joh. Nee? Nee, zij is daar niet zo mee bezig. We waren laatst ook met z'n allebei een Videoland event. Wat vonden jullie daarvan eigenlijk? Ja, enig. Nee, ik zeg eerlijk, vorige keer was het echt veel leuker. Het was echt veel alcohol, het was iedereen helemaal naar de kloten. Dat dus was volgens mij helemaal geen alcohol. Ja, glühwein. Ja, glühwein. Er geen alcohol in. Maar er werd iedere keer bijgegaan. Eentje wel, ja. Eén keer wel. Er kwam iedere keer bij voor, zei je wel. Waarschijnlijk. Voor de hele avond. Voor Nick alleen. Ik terugkomen bij dat ding ook. Ik zeg, heb je nog een glühweentje voor mij? Ja, met of zonder? Ik zeg, ja, met. Ja, die is op. Ik zeg, laat me zetten dan. Ik zat ook alleen maar om te zuipen. Ik zeg, ik was dus ook bij de première, maar ik ben altijd zenuwachtig als ik ergens voorheen ga. Dus dan, tenminste, vooral voor zoiets. Wat doe ik en Brenda en ik gaan altijd zuipen. Dus gaan we eerst een fles halen bij de appie. Dan gaan we dan zuipen en dan gaan we heen. Nou ja, Brenda, zodat je angst erop meer wordt. Dus Brenda die was gisteren op bij je afhankelijk van alcohol. Echt, nou, donderdag op maand. zeg daar, jongen, gek. Maar Brenda was zo dronken, dat was helemaal aan het kotsen. Daar, maar op een steegje. Ik zweer het je. Die was gewoon aan het kotsen. Daarvoor? Nee, daarna. Die was daar bij de Videoland. We hadden bij die echte meisje had je ook nog cocktails. Wij gingen alleen maar bestellen. En hoe is het met jou in de liefde? Ja, rustig. Rustig, is het niks geworden met die twee? Nee. Helemaal niet? Nee. Ik heb vorige keer heb ik nog wel een keertje met Peter afgesproken. Ja? Om gewoon even gesprek te hebben. Ik heb best wel onduidelijk afgesloten. Een beetje verwaterd. Eigenlijk nooit echt de reden gegeven waarom het niet heeft gewerkt. En dat hebben we besproken. En waarom werkt het niet tussen jullie?
Ja, ik was gewoon met mezelf bezig. Ja. Ik, dat klinkt een beetje cliché, maar ik was gewoon, ik ben teruggekomen en ik kwam best wel veel op mijn eigen pad. Dus ik was daar gewoon mee bezig. En vanuit mij, ja, er was daarom ook niet echt een behoefte om af te spreken of zo. Helemaal niet. Nee, ja. En nu hebben we dan afgesproken toen, ja, na het programma, om ik in ieder geval uitleg te geven. Ja. Maar ja, daarna is het eigenlijk ook precies hetzelfde gebleven. We spreken elkaar bijna nooit. Dus ja, je hebt er ook niet dan geen behoefte of zo om af te spreken. Ja, dat is gewoon klaar. Ja. Staan er nou veel meisjes voor jullie in de rij? Ja, ik denk het wel, hè. Ik zie ze al. Als ik jullie zie op feestje, denk ik echt van die. Of als ik jullie op jullie verhaal zie, denk ik van hallo, jullie zijn echt een kieze fixen. Nou, hoe is het nou, joh? Ja, dat denk ik, weet niet. Dat denk ik gewoon. Vooral die Melvin. Want Melvin, ik weet nog, ik was ooit een keer ergens op een feestje, op een after. Toen was jij met een andere chickie. Dat is mijn ex, man. Oh, is dat een, was dat een relatie? Oh, die had echt een relatie met haar. Ja. Oh, oké, okay, dat is het goed. Hebben jullie veel relaties gehad dan? Ik, hè? Ja. Eentje volgens mij, man. Dat was degene die... die ik heb gezien. Even oh, en jij dan, Lorenzo? Ook eentje, man. Ook eentje. Maar wel, toen was ik nog jong, hoor. 17 was ik toen. Hoe oud zijn jullie nu dan? 23. Jij? Ben je 23? Fuck, je lijkt echt ouder. Ja. Je lijkt echt 26 ja, of zo. Ja, ik hoor het vaak. En jij? 25. Ja, bij jou zou het wel zeggen. En wat vonden jullie ouders ervan dat het natuurlijk gevraagd werden? Ja, leuk. Dachten die gelijk van ja? Mijn moeder vond het leuker dan ik. Ja? Ja. Maar was er nooit ook een oneenigheid tussen die moeders? Ja, jawel. Wel? Ja, ja, ja. I back. Ja, ja. Tussen wie dan? Ik denk tussen die moeder van, ik ben zijn naam kwijt. Ja, het zal een tijdje geleden. Anwar. Ja, Anwar, of niet? Ja. Ja? Ja? Ja, ja. Is wel het een en ander gebeurd? Wat nou, niet gebeurd, maar meer gewoon, kijk. Hoe formuleer je dat goed? Lozo, jij... jij wil beginnen! Ja, gewoon niet doen! Verschillend karakter, laten we het daarop houden. Dus dat botste een beetje. Maar het staat ook van, zoals ik best wel snel boos was. Of als iemand rookte, was het ook gelijk een no-go. Ja, ja, ik dacht, what the fuck, wat doe je? wat dachten jullie? Nou, je moet het weten. Een sigaretten dingetje. Ja, maar dan rook jouw moeder. Zo. Ik denk als een ketter, hè? Zo. Rook je moeder. Als hij er niet op is, dan gaat het een ander. Ja, nee, die kan er wel wat van. Ik had met haar afgesproken om te stoppen. Tenminste, dat zij zou stoppen na het programma. Dat heeft ze 2 weken voorgehouden, volgens mij. En daarna was het weer. Stiekem, toen hoorde ik op werk toen ze me belde dat ze aan het roken was. Nee. Ik zeg, sta je te roken? Nee, hè? Wat? Waar heb je het over? Maar jullie hebben wel een goede band met jullie moeder, denk ik. Ja, zeker. Want ga ik niet daarheen. Nee. Het is met de jaren wel beter geworden. Ik heb in het verleden best wel wat probleempjes thuis gehad en zo. Is een probleemgeval? Ik was vroeger wel moeilijk. Ja? Ja, blow je ook? Niet meer. Ik vind wel gebloot. Ik vind ook als een stoner. Ja, dat is niet erg bedoeld, maar ik ben ook een joker. Nee, ga verder. Nee. Smoke je veel? Nee, smoke heel, dat durf ik niet eens. Ja. Of, dat kan ik niet. Ik kan niet eens roken. Laat staan. Je rookt ook niet? Nee, ik rook niet. Heb je astma? Nee. Hoezo? Als je niet rookt, moet je astma hebben. Heb je astma? Ik wil gewoon een tipje rookt. Fucking Melvin. Ja, nee, ik heb astma, dus dat. Nee. Ik vind roken gewoon echt niks. Nee, ik vind het gewoon vies. Ik kan er gewoon. Nee, ik ben met sigaretten wel al tijd gestopt. Ja? Ja, met feestjes en zoals ik heb gedronken, dan doe ik het nog wel. Ja. Maar vape, dat gaat prima. Maar jij draait ook. Ja. Heb je veel boekingen nu? Nu in januari is wel stil. Maar dat zie ik eigenlijk omheen bij iedereen dat het best wel stil valt in januari. December is natuurlijk geweest, heel veel feestjes en niemand heeft meer geld over. Dus dan heeft het ook als ik een tas haast. Ja. Nee, maar voor de rest, oud en nieuw ook 2 boekingen gehad. Met kerstavond nog gedraaid. Dus ja, het loopt lekker los. En jij gaat dan ook mee, Melvin? Of niet? Nee. Hij heeft zijn eigen feestjes. Hij heeft zijn eigen feestjes. Oh, want jij organiseert je eigen feestjes. Ja, ik organiseer feesten in Amsterdam. Waarom? Waar is mijn uitnodiging? Ik ben nog nooit uitgenodigd door jou. Zou je de volgende keer uitnodigen? Elke donderdag in Disco Dolly. Ja, Kiki. Kiki. Ja, dat heet Kiki. Ja, dat is toevallig. Ja, dat is toevallig. Ja, bestond al eerder. Komt zij ook wel eens dan langs? Nee, ze is er nog nooit geweest. Ik had wel een feest in R en toen was ze er wel eens. Oh, in Amsterdam. Ja. Die vraagt ook steeds of ik wil komen naar Club R, iemand. Wie? Ja, weet ik veel, zo'n jochie. Zo'n jochie? Ja, nee, zo'n jochie. Wat twist of zo? Weet ik veel, op een zaterdag of zo. Zegt hij steeds kom. Throwback. Ik weet niet, ja. Elke zaterdag. Gaan toch? Ja, maar elke zaterdag heb ik al wat te doen tot nu toe. Dus... Wat ga je doen dan op zaterdag? Hoe ziet jouw weekend eruit? Mijn weekend. Nou, die begint op donderdag, dan ga ik snuiven en dan tot en met de zondag. Nee, grapje. Nee, dat is geen grapje. Nee, grapje. Nee, dat is echt grapje. Nee, ik doe eigenlijk.
ja, ik werk veel dan soms wel en dan... Je hebt gewoon een baan natuurlijk. In het weekend, ja, ik heb gewoon een baan. Aangenomen. Ja, fuck doet dat, nou ja. Welke gek heb je aangenomen? Zo, ja, maar hoe lang zaten jullie daar bij dat programma? 22 dagen. En je kreeg ook geld toch, kledinggeld? Ja, kledinggeld. Heb je een mooi geshopt ervan? Ja, ja, ja. Ja? Dingetjes gehad. Louis Vuitton? Nee, nee. Grappelijk nee. Houden. Maar krijgen jullie ook wel samenwerking via Insta of valt dat wel echt tegen? Dat valt wel, wel mee, maar ik denk ook een beetje hoe je er zelf... Ja, hoe je er zelf in staat, want die dames, sommige dames hebben wel wat samenwerking volgens ja, maar die zijn, ik denk als je maar, wilt, dan creëer je ja. Een soort van vraag ook wel. Ja. Maar ik denk ook die meiden, het is eigenlijk altijd anders, want daar kun je ook voor alles voor doen. Kleding, ja. Botox, ja. Alles, die kunnen eigenlijk gewoon alles regelen. Ja, wat wil je? Wat ja, wil je? Nee, dat is het ook. En ja, wat hij zegt, als je het echt voor openstelt en je wilt het echt, dan kan je dat ook echt wel regelen, denk ik. Ook als man zijn hoor. Ja. Alleen, ja, ik ben daar niet heel erg mee bezig, maar het staat er wel voor. Ik krijg wel echt DM's van kledingmerk, van kleine kledingmerkjes. Van ja. Posts, ik krijg gratis kleding, dus dat. Moet je zeggen, nee, ook 50 euro voor jongen. Ja, ja. Maar ik wil gewoon focussen op mijn eigen producten. Weet je. Ja. Dan, want wat, je wil, wat wil jij eigenlijk doen met je Insta? Want jij hebt wel de meeste volgers erbij gekregen. Ja, of niet? Klopt. Ja. Ja, zie je hem zitten. Ja. Ik heb ook wel veel ontvolgers gekregen. Ja? Ja, ik had hem opengezet weer. Toen oh, dat is dom. Ja, heel stom. Ja. En toen dacht iedereen van nou, joejoe, ik kan het nu ja. Toch zien, weet je wel. Ja. En toen was mijn ontvolg. Maar in ieder geval, ik focus me nu gewoon vooral op mijn evenementen, man. Ja. Okay. En op muziek. Muziek. Ja. Ja, want jij hebt. Wat ga jij doen? Vertel. Ik, vandaag is het zondag. Ja. En precies over een week, om 4 uur, laat ze nu. Ja, precies over een week komt mijn eerste single uit. Hoe heet die? Mag je dat dan niet zeggen? Jawel, Kompas heet die. Kompas. Mijn eerste single heet Kompas en die komt over precies een week uit. Ik ben al best wel lang bezig met muziek, maar ja. Ik heb ook best wel een soort van ja, faalangst. Ik durf het nooit uit te brengen. Poetie. Nee, Robert, nee, nee. Jij moet zuipen voordat je een evenement gaat, man. God, dat is wel nee. Maar in ieder geval... Het is wel waar. Ja. Maar nu ben ik nuchter, dus dat scheelt. Dat scheelt, hoor. Nee, maar dus waar was je bang voor dan? Gewoon wat mensen van vinden, weet je. Of dat mensen het vroeger dan, hè. Nu boeit het me niet zo heel veel meer. Dus ik denk van, weet je, fuck it. En ik heb voor mezelf gewoon gezegd van, ik wil een paar dingen in het leven bereiken. Ja. En die ga ik gewoon doen. Maar je moet het ook gewoon doen, je moet goed scheid ja. Hebben. Want als je het niet gaat doen, dan krijg je later spijt. En ook ik heb het in het begin ook gehad, hoor, met draaien. Dat ik echt fucking zenuwachtig was als je voor die mensen staat. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, je kan een fout maken. Dat gebeurt iedereen wel eens. Oh, fuck dat. 9 van de 10 keer merk de rest het niet eens als jij een fout maakt, zeg maar. Nee, dat als je gewoon doorgaat en ja. Zo. Dat zijn voor het zou nu die eerste zou misschien zijn voor je wordt niet bekeken amper. Je moet gewoon alsnog doorgaan, want het komt op een gegeven moment ik heb één keer. Nog veel meer nummers heb ik al gemaakt. Dus ja? Wat ik ga doen, ik heb meerdere nummers gemaakt. Ik ga nu eentje uitbrengen om mensen even te laten wennen aan dat ik überhaupt zing. Ja. En elke maand wil ik maar het is ook echt zingen, zingen, zingen. Ik zing echt. Echt? Ja. Zing eens een stukje dan. Nee, ik ga niet ja, wel weer. Ja, zing eens een klein stukje. Nee, ik ga niet zingen. Maar waarom? Ik kan hem wel laten horen. Oké, ja, dat is goed. Heb je een oudste kabel of zo? Nee, ja, ik heb echt fucking skeer. Deze auto die is echt crack. Maar ik heb wel een box. Mijn auto gezien? Ik heb wel een box. Heb je niks mee meegemaakt? Heb je niks meegemaakt? Ja, nou, nee, die heb ik echt altijd, want ik heb de box opgeblazen. Oh, meen je echt, niet? Ja, ik zweer. Super kut. Jouw broers en familie hebben jou gesnitcht in mijn DM. Wat dan? Ja, ga ik zo meteen even vertellen. Oh, oh, oh. En ik zag ook een foto op jou inzetten. Toen dacht ik, misschien is dit wel waar. Ja, want... Nou zet je me wel. Oké, okay, ik ga het zeggen. Oké, okay, luister. Je bent welke BN'er? Heb jij seks gehad? Oh, of nee, nee, met welke nee, bekende? Ja, dat... Of zal ik de naam maar noemen? Nee. Janice Blok! Nee, nee, nee. Maar is het Janice Blok? Jawel. Nee, Janice is gewoon vriendin van mij. Hou je bek! Ja. Echt niet? Ja. Je liegt. Ja, ik vind het echt fucking grappig, ik zweer. Ik heb geïnterviewd, gisteren. Ik zag voorbij komen inderdaad. Nee, Janice is... Dat is wat knopje drukken. Ik dacht dus... Op die link helemaal. Oh ja. Ik dacht dus dat het Janice was. Nee, Janice is een goede vriendin van me. Oh, what the fuck man! Ik dacht echt dat zij het was. Wie is het dan? Want ik zag dat je ook vrienden was met die... Die was ja. Er ook. Ja, ja, ja. Dus ik dacht... Ik was vorige week nog Joy geweest met hem ook. Oh, daarom had ik die link gelegd dat je seks had gehad met Janice. Maar het is iemand anders. Een bekende Nederlander. Maar ja, dat... Hey, jouw familie die heeft dat gezegd, hè? Die zei tegen mij, je moet dat vragen. Die? Ik voor jouw broer, denk ik, of zo. Nee, mijn broer zit niet op... Mijn echte broer... Oh, dat denk ik wel. Oh, nee, dat, ja, dat is mijn stiefbroertje. Oh, dat denk ik. Hey, is hij geconnect? Ja. Ik denk, laten we hem even uitpraten. Maar ik ben wel benieuwd, hè? Ik ben echt benieuwd wie het is nu. Maar ben jij echt goed met Janice? Ja. Zij is echt grappig. Nee, de laatste tijd spreek ik niet zoveel met maar... Oh, vroeger ging... Gaat hij aan? Ja, vroeger wel. Oké, okay, dit is mijn eerste nummer. Zal ik even uitleggen waar het over gaat? Ja.
Of Kiki. Het gaat over, nee, het gaat over het feit dat ik al 4 jaar evenementen doe. Ik heb 4 jaar lang heb ik echt best wel flink gefeest, gepartied en gekhuis. En toen kwam ik erachter dat 3 events in de week geven, zelf bij Zuip en After, et cetera. Ja. Ik heb me echt opgebroken, ook mijn vorige relatie, et cetera, et cetera. En hier heb ik een nummer over gemaakt van, ja. Nu mogen we een stukje horen, jongens. Dit is echt mijn allerlaatste glas. Want mijn hart die ligt weer in stukjes als ik bij jou ben. Ik groei echt steeds verder van je af. Maar toch zeg ze nog zonder moeite dat ik van jou ben. Een tijd geleden verdwaalde mijn gedachten zonder reden. Nooit vind ik mezelf verloren en weer terug bij jou. Dit gaat goed. Net als een kompas. Vind ik de weg wat juist de route was. Net als een kompas. Vind ik mezelf verloren en weer terug bij jou. Ik ga het over je af. Over mijn kompas. Oh, dit is wel goed hoor. Net als een kompas. Hollandstalig. Ja, Hollandstalig. Ja, dat is zo. Ik ben verloren van de nacht. Ben op onbekend terrein, het is 7:30. Maar dit was de laatste keer. Geloof me het. Hij stond vanzelf, kutbox! Dit was het dus, jongens! Oh, dit was wel, het is wel goed, hè? Ja. Maar ga je ook echt trainen voor mensen en zo dan? Ja, weet ik niet. Kijk, dit is gewoon wel mijn passie en ik doe het gewoon omdat ik gewoon scheid heb, weet je wel. Ja, fuck it. Ik denk gewoon inderdaad van fuck it, ik moet het gewoon uitbrengen. Ja. En ik zie heel hard Schipstrand. Ik kan niet echt gigantische harde marketing of zo opgooien. Ik gooi, ik release gewoon wat mensen ermee willen doen. Moeten en je gaat zetten op Spotify? Ja. Ja. Zit er geen clip bij? Nog niet. Nog niet, maar dan wil je wel misschien? Wellicht. Ja? Oh, leuk man. Hey, en Lorenzo, jouw moeder. Ja. Kunnen we haar misschien even een video bellen? Of kan dat niet? Ik kan het proberen. Kan het proberen, want ik, proberen. Ik heb namelijk iets. Een vriendinnetje van mij vindt jou wel leuk. Oh. Brenda! Brenda vindt jou wel een knappe jongen. En jullie hadden ook gedm'd, volgens mij. Ja, ik had, wat ik zeg, ik had haar gevraagd om haar in Masilo volgens mij. En grappig was, Dokter had voor de grap had ze gereageerd op hem en toen had ze het verwijderd. Zo van zodat hij weer terug gereageerde. Ja, ik zie hem wel, ik dacht wel zoiets. Want ze stuurde mij en toen zei ze, oh, dat ging per ongeluk. Ja, maar dat ging niet per ongeluk. Maar dan niet, ik zei, ze zei, zou ik dat doen? Ik zei, joh, fuck it, doe gewoon, zei ik. Even kijken hoor. Dus ja, ik dacht, misschien kan ik een foto laten zien aan je moeder. Aan, van Brenda. Ze reageert alleen niet, maar ze reageert, ze reageert niet. Jammer. Moet je maar tegen, ik zweer. Ik had het tegen de zeggen. Ik had er net toen we thuis al stonden, had ik er al gebeld, maar ze neemt niet op. Spreken jullie de rest allemaal nog wel, of niet? Van, ja, of toch wel. Ja? Ja, aantal mensen zo wel. We hebben ook een groepset met z'n allen, dus daar spreken we af en toe met elkaar in. En ja, een paar mensen die spreken dan nog wel gewoon regelmatig. En de rest niet echt persoonlijk of zo. Want Koen heeft echt een relatie er aan overgehouden, hè? Ja. Die Koen, die heeft je. Ja, dat is blij voor hem, man. Ja, is toch leuk. Zeker. Maar leuk dat iemand nog uit zo'n programma iets heeft gehaald, tenminste. Want ik had niet verwacht. Ik dacht, het gaat niet met iedereen zo uit, dacht ik. Ja, nou ja, dat is bij de meesten ook wel. Ja. Maar zou die ook met Ex on the Beach mee willen doen of zo dan? No way. Nee? Nee, nooit. Nee? Nee, ik moet mezelf daar echt voor in bescherming nemen. Ja, ja, wat dan? We gaan helemaal gekke dingen doen. Dan is er alcohol, dan ga je rare shit doen, hè? Ja, ja, dat is allemaal. Ja, rare shit. Kijk, als ik nuchter ben, dan heb ik mezelf gewoon onder controle. En als ik heb gedronken, dan kan ik echt hele domme dingen gaan doen. Ja? Dus, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, dat is ook het domme van het programma. Ja, nou ja. Dat... Ik heb het echt extreem hoor. Als ik echt dronken ben, doe ik echt rare shit. Ja, ik ook. Maar ik kan, dan weet ik gewoon niet meer wat ik doe. Ik was wakker en denk ik, wat de fuck. Ja, nou, ik weet niet meer waar ik wakker word. Dat is nog het erge. Want dan ben ik op mijn bek gegaan. En het laatste had ik hier echt. Je ziet het nu niet erg. Maar hier had ik helemaal een wond. Ik zweer. In mijn gezicht gewoon. Dat ik gewoon op mijn bek ging. Maar dat is toch door kut alcohol. Daarom ik drink ook nooit. Ja, je ziet het niet. Drink jij nooit? Nee, ik drink. Nee.
Nee, ik drink amper. Behalve als je een evenement. Ja, behalve als ik alle keer. Als je een evenement hebt. Ja, nee, alleen, ja, alleen en bij Meisje van het Jungle evenement, heb je toen ook gezegd? Ja, toen, ja, nee, toen, ja oké, okay, toen was ik. Maar dat zei je ook. Ja, maar dat zei je ook. Terwijl hij met iemand aan het praten was, heeft hij ook bij aangeschoten. Ik was echt aangeschoten. Maar bij Videoland alleen. Ja. Ook bij. Nee, bij Echte Meisje van het Jungle. Allebei. Ja, allebei, want ik dacht toen. Ja, nee, bij de ene toen niet, bij het evenement waar jullie waren niet. Daar was ik niet dronken. Maar waarom ben je nog zenuwachtig? Nee, gewoon, ik ben, ja, omdat daar staan al die mensen, de pers en de showdoos en zo. En dan sta ik erbij als sukkel. Iedereen zegt altijd, wat doe jij hier, Nick? Ja, dat doe ik ook. Maar ja, dan, met de alcohol. Nodig je toch uit? Ja, dat weet ik. Nou, maar ja, als je dan nog wat alcohol hebt, dan is ja, het maar ja, Mel, dat is wel makkelijk praten ook, hè. Van waarom doe je dat? Ja. Wij hebben Portugal ook gewoon vaak genoeg even een drankje van tevoren. Hadden jullie veel gesopen daar? Hadden jullie veel gesopen daar? Nou, er werd wel eens een flesje wijn aan de kast gehaald. Ja? Maar volgens mij deed de productie ook wel aardig tegen jullie, denk ik, dan tegen de meiden. Kan dat of niet? Zou kunnen hoor. Die moeders erbij waren, denk ik. Ja, je kan, kijk, ik heb het daar ook met mijn ma over gehad. Het is natuurlijk ook wel moeilijk. Het zijn volwassen vrouwen om tegen hun te zeggen: ja, je mag niet meer drinken of zo, snap je? Ja. Was die productie niet aardig voor die vrouwen dan? Jawel, maar ik dacht, hun kregen minder alcohol en zo hoorde ik. Ja, wij kregen de eerste week kregen we ook al alcohol. Ja, gewoon onbeperkt. All inclusive, ultra all inclusive. Werd gewoon heel tijd aangevuld. Als wij zeiden dat het op was, dan werden we niet op boodschap. Het duurde een week, omdat een paar mensen echt tering dronken bij dates waren. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. En toen was het klaar. En toen die ouders, wat zeggen die daarvan dan? Ja, die zeiden ook wel, kijk, hun zagen aan ons ook bij sommige ceremonies, als ze dan een drankje op hadden, dat we wat minder scherp waren. En ja weet je, het is je eigen moeder, dus die ziet dat dan wel. Maar had je ook een dag vrij of zo dan daar? We hebben één dag vrij gehad in totaal. Eén dag vrij, en dan werd je gewoon niet gefilmd. Nee. En dan wat ging je doen dan? Ja, ze is de hele dag in de villa gezeten. Oh, gewoon de hele dag gechilled ook. Telefoon erbij of dat niet? Nee. En dat mocht echt niet? Nee, man. Dat is ook wel kut. Nou ja. Jongens, ik wil jullie bedanken. Vonden jullie het een beetje gezellig? Ja, zeker. Leuk, man. Ja? Leuk, man. Ja, zeker. Jullie moeten het allemaal gaan volgen op Instagram, TikTok, weet ik veel. Doen jullie TikTok? Nee, streamen, nummer. Link in de bio. Ja, jongens, en tot de volgende keer. Doei! Ciao! Ciao.